Genomineerd bij de sportverkiezing 2012 bij de mannen. Natuurlijk de atleet Johan Nevel. Ook bij de genomineerden de motocrosser, de enduur motocrosser Remco Doorwaard. Gerco van Beek, de inline skater en schaatser, genomineerd ook bij de sportmannen in 2012. Ja, en de lijst wordt compleet gemaakt door de junior mountainbiker. Voorheen was hij motocrosser, maar hij heeft een overstap gemaakt. Genomineerd ook Raymond van de Kruisweg. Genomineerd bij de sportverkiezingen bij de sportmannen in 2012. Johan Nevel, de multiduursportatleet puur sang. Een triatleet die de afgelopen jaren Nederlandse, Europese en wereldtitels won. In 2012 behaalde Johan zijn tweede titel Nederlands kampioen cross triathlon Heren 45. Ook won Johan in Heerenveen bij het NK Sprint in Groningen en bij de Zwitserse Inferno Triathlon eindigde hij als derde. Daarnaast behaalde hij podiumplaatsen bij alle triathlonwedstrijden waarin hij deelnam in 2012. Johan kan vanavond helaas niet aanwezig zijn, maar is natuurlijk wel een mooie, bijzondere sportman in onze gemeente Oldebroek. En hij is dan ook genomineerd voor de Sportman in 2012. Had jij ook al voor 2012 ergens plannen gemaakt waar je wou pieken? Ja, ik had de Inferno Triathlon wel als hoofddoel gesteld. Dus in december was daar al de planning naartoe gewerkt. Terwijl het pas in augustus is, maar alles was al gericht op de Inferno Triathlon. Dus veel duurwerk, weinig snelheidswerk. Dus dat merk je gewoon in je eigen snelheid, dat je daar in trots kwam afgelopen jaar. Maar bijna alles goed die dag. Dus, de eerste plek had erin moeten zitten, maar ja, ze altijd terugkijken. De derde plek, als het op dat moment op basis van het materiaal echt maximaal haalbaar. Ja, een sportman van jouw leeftijd en op jouw niveau, hoeveel trainingsarbeid, hoeveel trainingsuren vinden er iedere week nog plaats? Gemiddeld zit het op 15 uur in de week. En dat betekent ook gewoon in de wintermaanden nog je uren maakt. En in de zomermaanden zit je de aantal bij 35 uur. Ja, dat is nog steeds goed te combineren met hetgeen wat je doet. En je doet nog steeds allerlei buitenlandse wedstrijden. Klopt, ja. En daarnaast nog als bondscoach ook nog actief voor Nederland met de cross triathlon selectie. Dus dat betreft houd je jeugd je jong en je werk houdt je af en toe jong. En het voordat je af en toe tussen de bedrijven door nog zelf kunt trainen. En als trainer met zelf zo'n mooie erelijst, zijn er al leden binnen het team die de erelijst ook aan het completer maken zijn? Nou klopt, we hebben een aantal leuke jonge talenten bij zitten die op alle onderdelen van duathlon tot de Olympische selectie actief zijn. Jorik Echtdom is een jongen die misschien in Seoul straks, of in Rio de Janeiro, er zal staan. Sportverkiezingen 2012 en natuurlijk ook bij de genomineerden Remco Doorwaard, de enduro motocrosser uit Oldebroek, behaalde een vierde plaats bij de kampioensrit tijdens de tweedaagse in Zelhem. Een prachtig evenement, maar ook in het eindklassement van het ONK enduro eindigde hij als vijfde. En wij gaan natuurlijk in gesprek met deze coureur uit Oldebroek.
Remco, enduro en motocross. Ja, jij bent een specialist. Wat is het verschil tussen deze twee disciplines in jouw sport? De motocross is op een afgesloten terrein. En dat duurt meestal een wedstrijd van 30 minuten. 'S ochtends training en twee manches. De enduro begin je 's ochtends om 8:30 en dan rij je 's middags tot een uurtje of 3. Je komt door weilanden heen, je komt door bossen heen, je komt over de openbare weg heen. Gaat binnen tijdsbestek en tussendoor heb je verschillende proeven. Daar moet je zien dat je zo snel mogelijk bent. En je hebt verschillende hindernissen, van boomstammen tot rioolpijpen, tot stenen bakken, door de struiken heen, bosjes heen, weilanden. Ja, als je daar op de proeven maar de snelste bent, dat telt aan het einde van de dag. Een soort mini Parijs-Dakar. Ja, zo kun je het wel noemen, ja. Je bent in ieder geval daar succesvol in. Terugkijkend op 2012, wat was voor jezelf het hoogtepunt? Het einde van het seizoen hebben we altijd de tweedaagse. Dat is dit jaar in Zelhem geweest. En ja, het is gewoon 2 dagen lang met je machine en met jezelf het zien overleven. En we hadden gelukkig dit jaar goed weer. Dus het was niet door de bagger heen, het was niet modder, het was niet afzien, laat ik zo zeggen. Maar wel 2 dagen lang van 8:30 tot 3:00, 4:00 op de motor zitten. Remco, je zit al heel wat jaren op de crossen. Want op welke leeftijd ben jij begonnen? En je bent inmiddels... Ik ben inmiddels 29 en ik ben begonnen toen ik kan niet helemaal precies meer herinneren, toen ik een jaar of 4-5 was. Dus ik ga bijna voor mijn 25 jaar jubileum. Bijna op de motor geboren. Het seizoen 2013, waar gaat voor jou de voorkeur uit of wat ga jij rijden? Nou, ik blijf gewoon in de ONK's Open Nederlands Kampioenschap Enduro rijden in de E2 klasse. Dezelfde klasse waar ik afgelopen jaar heb gereden. En probeer ik mijn 50 plek natuurlijk te behouden of misschien nog te verbeteren. En voor de rest, ik heb er niet al te veel druk op staan. Ik heb natuurlijk ook druk met baan en met werk en dat soort dingen. Daar komt ook steeds meer bij kijken. Dus we gaan natuurlijk wel resultaten willen rijden, maar ik leg mezelf niet meer van altijd moet. Nee. Ik hoor heel vaak als Remco rijdt, zien we buiten de baan een hele aardige, rustige, lieve jonge man. Maar in de baan ben je nog wel behoorlijk wild. Dat zeggen ze wel inderdaad. Ik heb de bijnaam ook Vlaggetje Doornwaard. Ik heb een, bij mij is het zo, als ik een gaatje zie, dan wil ik hem erin rijden en dan wil ik er voorbij. Maar ja, ik moet zeggen, afgelopen jaar heb ik dan, of 2012, heb ik met een viertak gereden. Is net, moet je net iets meer je rijstijl net ervoor hebben dan voor een tweetakje. Ik denk dat me dat wel goed mee heeft geholpen om toch een stuk netter te gaan rijden op de motor en een stuk rustiger op de motor te blijven. Even naar je baan toe, is ook wel interessant, want op de motor wordt natuurlijk heel veel benzine weggezet. Ik heb begrepen dat je ook op motorgebied een baan hebt gevonden en dat elektronisch gaat. Dat klopt, ik zit in Wanrooy bij het EX-park en wij hebben daar allemaal elektrische motorfietsen. En we hebben binnenbaan, buitenbaan en endurobaantje. En het is net een kartbaan, je kunt bij ons bedrijfsfeest komen vieren, je kan particulieren komen rijden. We hebben kinderfietsjes waar ze mee kunnen rijden, dus we zijn echt voor elk wat wils. Je hebt eigenlijk van je hobby op dit moment ook even je werk maar gemaakt. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ik bedoel, ik heb 8 jaar lang in de kinderopvang gewerkt en met heel veel plezier. En ik was eigenlijk toe aan wat anders. En nu op zich in deze baan krijg ik ook kinderfeestjes en ben ik alsnog bezig met de kinderen. Oké, Remco, bedankt in ieder geval en heel veel succes zowel met je werk als met de sport in 2013. Dank jullie wel. Sportverkiezingen 2012. Gerkhoven van de Week, inline skater en schaatser, heeft in september als eerstejaars junior A deelgenomen aan de wereldkampioenschappen Skielde in Italië op de weg in San Benedetto del Dronto en heeft hierbij een zilveren medaille behaald. Tevens heeft Gerco bij het Nederlands kampioenschap baanskielderen een bronzen, een zilveren en een gouden medaille behaald. Bij het Nederlands kampioen skielderen op de weg is Gerco Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer puntenkoers. En naast dit alles heeft hij deelgenomen aan het EK skielderen in Hongarije. Kortom, een fantastisch jaar voor de inline skater en schaatser Gerco van de Beek uit Oldebroek. Gerco van de Beek, genomineerd voor de sportverkiezingen 2012. En afgelopen seizoen, Gerco, waren de prestaties met name op het inline skaten, of niet? Ja, klopt. Het was een heel mooi seizoen. EK viel wel tegen, maar het WK hebben we zilver gehad met de ploeg. Ja, met de ploeg, een puntenkoers, hoe moeten wij ons dat voorstellen? Nou, een aflossing, rijden met z'n drieën. Het is volgens mij 5 kilometer. En dan elke ronde wissel je af.
Gerco, ik heb het al gezegd, je bent zowel skileraar als schaatser natuurlijk. Waar ligt het accent van de sportcarrière van Gerco van de Beek? Dat ligt in de zomer voor het inlineskaten. We zijn nu druk aan het trainen weer voor de zomer. EK in Nederland dus, ja. Als ik de indrukwekkende erelijst van afgelopen jaar bekijk, voldeed dat aan jouw verwachtingen? Ja, absoluut. Ik heb dit jaar een mooie sprong gemaakt. Als eerstejaars Nederlands kampioen is nog nooit eerder gebeurd voor mij. Nou, dat is een bijzonder succes ermee. Provisie had namens ons allen natuurlijk en ook de nominatie voor de sportverkiezingen. Waar ga jij je in 2013 op focussen? Nou, eerst over het EK in Nederland in Almere en later het WK in Zandvoort in België. Ja, we bevinden ons op dit moment ook in de schaatsperiode van het jaar. Zijn daar nog hoogtepunten te melden? Ja, de marathon is bijna voorbij en nu proberen we wat te richten op het NK, NK junioren. Je gaat in ieder geval uitgerust naar het nieuwe inline skate seizoen toe. Ja, dat is wel de bedoeling. In maart nieuwe rustperiode en dan gaan we weer volle bak voor het skileseizoen. Oké, vanavond in ieder geval heel veel succes. Wij blijven je volgen, Gerco. Ja, bedankt. Genomineerd voor de sportverkiezingen 2012, Raymond van de Kruisweg, eerstejaars junior mountainbiker. In zijn debuutjaar stond Raymond bij het Nederlands kampioenschap mountainbiken op de derde trede van het erepodium. Een prestatie van formaat in een wedstrijd met een slechte start en een valpartij, maar wel op het podium. Genomineerd dus, sportverkiezingen 2012, Raymond van de Kruisweg. En Evert van Tijssel gaat met hem in gesprek. Raymond van de Kruisweg, van motocross naar wielrennen. Wat was het verschil? Het verschil. Nu moet ik het alles met de benen doen. En de intensiviteit is behoorlijk... Cross was ook wel zwaar, maar fiets is weer anders. Je hebt een prima seizoen gedraaid. En zeker een jaar daarvoor zat je bij de jeugd, nu naar de grote mannen vorig jaar. Ben je tevreden? Ik ben zeker tevreden over de vooruitgang wat ik geboekt heb in één jaar. De prestaties, ben je daar ook tevreden mee? Of zeg je nou, er zat toch nog iets in vat dat beter komt? Ik wist het al niet wat ik verwachten stond. In de eerste wedstrijd moet je achteraan zetten omdat je nog geen punten hebt gehaald. En dan word je al vijf, ondanks dat je achteraan moet starten. En dan geef je wel wat hoop. En de tweede wedstrijd, dan sta je vooraan met de start en dan kun je met de groep mee. En dan zo naar het NK en dan voor het NK word je twee. Dan word je drie op de NK. Wat was voor jou het mooiste moment van 2012? Ik denk de tweede plek in Groesbeek. Dat was twee weken voor het NK. Maar het NK is zelf ook mooi. Gewoon alles dat je op het podium staat. En dan gewoon alles. Het is wel mooi met het NK dat je op het podium komt. Wat gaat de toekomst brengen voor Raymond van de Kruisweg in 2013 en de rest wat volgt? Ja, weet niet. Ik zit nu in een team. En ik heb doelstelling om dit jaar top 3 met NK en dan topcompetitie, denk ik top 3. En een regelmatige klassement wil ik in totaal winnen. En dan ga ik nog een competitie rijden in Duitsland en misschien nog in België. Internationale stad dus? Ja, internationale stad. En heb je daar al een bepaalde doelstelling in dat je zegt van dit moet het zijn of dat moet het worden? Ik heb in 2012 heb ik één wedstrijd in Duitsland gereden. Dat is die competitie waar ik volgend jaar ga rijden en dan werd ik meteen 3. En de jongen die hem won, die kan ik in Nederland hebben. Dus ik hoop toch wel voor een top 3 plaats daar in Duitsland. En in België weet ik niet wat ik te verwachten sta. Heel goed. En bedankt. Graag gedaan.